Nee, nu kan dat ineens niet. Waarom kan dat nu ja, Dan komen we met een eigen band we, die precies hetzelfde voorstelt. Dat is voor idioterie. Weer vier jaar als FIFA-president. Dus dat betekent gewoon alleen allemaal ja. staan en klappen. Ja. We, we vullen geen briefjes in. We doen helemaal niets. Ja, chefvoetbalvaart en driester. Nou ben jij niet van de coefficiënte Polonaise en dat soort zaken. Maar als nee. je met 7-1 Jacques Dardonez oprolt... en, en ja, AZ was ook smullen tegen Lajo. Ah, dan moet toch jouw hard sneller gaan kloppen, of niet? Nee, nou, ik, ik ben bij Feyenoord uh, tegen Shakhtar Donetsk geweest. En ik heb Shakhtar Donetsk een paar jaar geleden bij Feyenoord gezien. Dat was gewoon een wereldelftal. Ja. En ze hebben nu gewoon echt, ja, eerste divisie-elftal. Meer, ja. meer is het gewoon echt niet. Met, met alle respect, maar Traoré staat daar in de basis. En na een half uur ligt ze tong op zijn schoenen. En dan is, is het over. Wat Feyenoord wel heel goed doet, ze spelen hun eigen spel en ze maken het ook af... En ze maken het waar en uh, dit is Feyenoord zoals je graag ziet. Maar je moet wel in ogen en schouw nemen dat uh, zelfs Jacques de Donetsk een bal op ja. de kruising schoot bij 2-0. Nou, okay. dan... uh, leuk en aardig allemaal. Bij AZ die spelen, uh, eerste helft spelen ze de eerste helft tegen een veredeld B-elftal mm -hmm. van Lazio. Dan gaat hij wisselen en dan komen er andere B-spelers in en dan gaan B-spelers uit. Ja, dus dat is gewoon Lazio B. Ja. De, dus ja, eh, de, voor Lazio is het veel belangrijker om zich te kwalificeren voor de Champions League. Dus ja. daar wordt alles op uh, gegooid. Ik, ik stop met die coëfficiënten Polonaise, laten we dan de lopen. Ja, want dan zijn we afhankelijk van onze vrienden uit Portugal. Klopt. En sporting zit. Ja. Nog in de Europa League. En Benfica, ja, die, als het even mee zit, dan gaat mijn grote vriend Rogge Schmied... ja, die, Smit. Nou, die wordt... ook ja, ja, loopt de... rechtstreeks naar de finale. Dat hebben wij allemaal verkeerd gezien hier in Nederland. Nee, hè? we hebben het hartstikke goed gezien. Want deze Rogge Smit is een hele andere Rogge Smit dan. Hij okay. is hier gewoon veel wijzer geworden. Als... Door jouw input. Niet nou, um, alleen op mij, maar. Ander legt AZ. Ja. En Feyenoord-Roma. Nou, dat moet het doen zijn. Anderleg draait helemaal geen goed seizoen. En Ik heb die wedstrijd gezien tegen Villarreal. In ieder geval de hoogtepunten van die wedstrijd. Ja, Villarreal was continu was hij bezig om, uh, ja, om te scoren. Ik kreeg enorme kans. Alleen, ja, er stond iemand in de goal. Ja, Bart Verbrugge, 20 jaar. Bart Verbrugge, 20 jaar. Komt van Bij de raak, voorselectie he? van de Nederlandse elftal. Of bij de selectie van ja. de Nederlands elftal gehaald door Ronald Koeman. En als je hem gisteren zag keeper En ik heb gehoord dat het is ook nog een penalty killer is. De ene na de andere penalty stopt hij. Ja, volstrekt terecht dat die jongen bij de selectie van het Nederlands Elftal zit. Ja. Dus dat, dat gaat misschien wel eens naar een nieuwe keeper van het Nederlands Elftal. Maar kun je een doelman van twintig al uh, als basiskeeper in het Nederlands Elftal neerzetten? Nou, goed genoeg is oud genoeg. Sorry. Oud genoeg is goed genoeg. Ja. Oké. Okay. Nou, als, Anderlecht, uh, als ja, AZ dat... Anderlecht verslaat, ja. dan moet ze daarna tegen West Ham of A.A. Uh, Gent. Ja, dat wordt wat moeilijker. A Gent heeft een, nu een Nigeriaanse jongen uit de Tweede Liga van Noorwegen gehaald. Die maakte drie goals in iets meer dan drie minuten. Ja. Een hattrick. want nooit zo snel uh, uh, gift heeft hij nog iets. Nou, het was inderdaad een gift voor uh, voor agent, want volgens mij heeft hij er al negen of zo in liggen in vier wedstrijden. Mm -hmm. Dus uh, een geweldige doelpuntenmachine uit de tweede divisie van Noorwegen. Dus uh, dat is best wel een gevaarlijke ploeg. Kan dat zijn? Maar West Ham. Is wel Premier League niveau. Dus ja, ja dat ja. is ook uh, geen appeltje eitje voor, uh, voor AZ. En als Feyenoord Roma verslaat, dan moet ze tegen Leverkusen ja. of Union Sint-Gilles ja, Eigenlijk erin. ligt voor Feyenoord natuurlijk de weg naar de finale ligt gewoon open. He, AS Roma hebben we allemaal gezien, hebben we vorig jaar allemaal gezegd van. AS Roma wint één, maximaal twee wedstrijden van Feyenoord. De andere wedstrijden wint Feyenoord allemaal. Hm, hm. Nou, we hebben nu één wedstrijd hebben we al gehad, dat was die finale. Nu krijgen we een tweede. He, dat is die eerste wedstrijd thuis in de Kuip. Ja. En daarna uit in Rome. Dus, dus die moet je winnen. Nou, en die tegenstanders in de volgende ronde, Leverkusen of die Belgen, Union. Ja. Schenk, nou, die hebben wel uh, Union Berlin verslagen. Ja, he, die ja toch, nou, Maar, de maar oren Dat, dat zegt uh, veel meer over Ajax ja. dan over ja. Union Berlin. We hebben heel veel voetbalnieuws, laten we maar snel doorgaan. Ik wil nog wel even een paar spelers uithalen. Hè? Want uh, Idris begint maar. toch wel in vorm te raken. Dat is leuk om te zien. Heel leuk om te zien. Nou, uh, aanstaande zondag. Ja. En, tegen zijn oude club. Hè? Zo is het, waar die het ja, natuurlijk ja. bij Ajax niet helemaal ja. uh, of helemaal ja, niet ja, heeft. Ja, dat, dat is wel leuk om te zien. Hè? Bij, bij Ajax heeft hij eigenlijk geen knikker geraakt. En bij Feyenoord is het echt uh, up en down. Maar uh, ja, zoals gisteren. Alleen die, die bek van uh, uh, Shakhtar, die heeft waarschijnlijk de beeldjes niet bekeken. Want hij gaat altijd binnendoor ja, ja. en schiet dan. En de eerste keer zette hij hem nog wel de voet was, maar die andere keer niet. En bij AZ, ja, Carlsen is, begint toch wel iets van een fenomeen ja, maar te worden. Die, die bal had je wel mogen hebben hoor, Schiet. Oh, Oké, okay. <laughs> nou, dat voor jezelf toch ook wel. Van die afstand. Ja, ja, goed, hij is lekker voor hem in ieder geval. Reinders. Ja. wat wil je daarover zeggen? Want Ajax heeft interesse in hem, heeft hij dat niveau al? Van Ajax? Ja. Nou ja, hij heeft zeker het niveau van Alvarez. Hij is voor Edson Alvarez, dus er moet een ja. assistent in worden. Alleen, ik ben heel benieuwd of uh, Ajax het geld heeft om hem te kopen. Want dit wordt natuurlijk geen speler van 10 miljoen. De jongen heeft een contract tot 2025. Er staat volgens mij geen enkele clausule in. Ja, die moet een hele hoop geld gaan, uh, gaan kosten. Dus ik weet niet of Ajax bereid is om zoveel geld te betalen. Hij is voor snel richting een... 15 miljoen of zo. Als je zo Hij zit nu ook niet gaan. bij het Nederlands elftal ook. Nee, je maakt zelf mooi het bruggetje, want daar gaan we het dan ja. nu maar over hebben. Terwijl mijn oortje even uitvliegt. We hebben het over de keeper al Bart Verbrugge. Wiever... Wieven. He, daarbij. Speelde de eerste 70 minuten uitstekend. Daarna ging het bij heel Feyenoord wat minder. En werd hij ook slordig. En misschien werd Feyenoord wel wat minder omdat hij nogal slordig aan de bal was. Maar terechte uitverkiezing vind ik. Ja. Dus het zal wel gaan tussen hem en Martin de Roon als het over de defensieve uh, zekerheid op het uh, Nederlandse middenveld gaat. Het zou wel verfrissend zijn wellicht als hij ook een wiever ja, een kans geeft tegen ja, Frankrijk. En dat, een... en dat, uh, ja, nou ja, je, je moet hem dan niet in de basis zetten. Want als hij dan verzuipt, dan roept iedereen gelijk ja, op, op Sodemieter met die wiever, want die kan er mm. niks van. En dan maak je iemand ook kapot. En ik denk dat Koeman dat zelf ook wel weet. Hè. Die weet wel hoe je talenten moet brengen. En ja. Je moet ze niet al bij voorbaat uh, op een kansloze missie sturen, waardoor ze hun carrière in de, in de knop of hun carrière in de knop gebroken ja. wordt. Is het een signaal van Koeman door Wijnaldum meteen erbij te halen? Nou, dat stelt van een zware blessure. Ja, ja, En hij speelt de laatste weken speelt hij gewoon weer bij Aars Roma en doet het ook, uh, ook prima. En dat is natuurlijk uh, het koningskoppel uh, de paai Wijnaldum. Ja, dat is onder hem is dat helemaal groot geworden. Mm -hmm. Finale van de Nations League gehaald in 2019. Dus ik begrijp heel goed dat hij Wijnaldum erbij wil. Plus dat Wijnaldum echt heel goed in de groep ligt. Uh, maar dan zeg je, ja, ja, we maken het uit of iemand wel of niet goed in de groep ligt... en of er wel of geen leider is. Maar naast zijn voetbalkwaliteit heeft hij ook meer kwaliteiten En uh, ik, ik vind het terecht dat hij uh, weer een kans krijgt, ja. Oké, okay, Twente-AZ, mooie wedstrijd. Maar, dit ja. weekend, ja, de klassieker, hè? Hij ik fijn. dat. had alleen uh, de blessuretijd niet dan kijken, ja, geloof ik, zei Een zeggen. hele domme opmerking, natuurlijk. Is dat niet een beetje... Moet hij zich daar niet iets meer op de vlakte ja, houden? en dat? Ja, sentiment... Nee, maar hij, hij moet gewoon zeggen, wat hij, wat hij werkelijk doet... He, wat hij werkelijk doet, is gewoon die hele wedstrijd bekijken. He, want dat heeft hij natuurlijk ja. gedaan. Gewoon die hele wedstrijd bekijken. Dat hoort bij jouw vak. En moet je niet stoer of grappig. Ja, alleen de, de blessuretijd en uh, de, de verlenging gaan kijken. Ben je dus, dan, van, ben je dan je voor, voor vij, Feyenoord? Nee, ik ben voor Ajax. Ja. Je, dan wordt het een nee. beetje zo. Uh, ah, nee, maar dan moet je, dan moet je gewoon. Uh, de, 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 de antwoord je gewoon serieus op zich. Natuurlijk. He. Ik ga natuurlijk gaan kijken. Ik wil weten wat ze. He, wat, ze, wat ze doen, wat ze van plan zijn. Ja. Uh, gaan ze rekening met ons houden? Uh, hoe, hoe ziet de, de overlap eruit bij Idrisi? Uh, wat doet Keksjew? Ja, je bent toch serieus met je vak bezig? Ja. Nou, en die draagt... Uh, en dat is, hij is wel serieus met ja. zijn vak bezig, maar zeg ook gewoon... Een beetje om de achterban uh, te, te pleasen of zo? Ja, misschien een beetje stoer doen ik weet ja. het niet. Oké, okay. ik wou zeggen Kukcio die draagt de aanvoerdersband, maar niet de One Love band. Volgens nee. mij is het iets van een, een groen-witte band, hè? Er staat iets op van uh, respect. Ah, onzin, laten we daarover ophouden. Hij had gewoon deze band. En Feyenoord had gewoon, dat heb ik vorige keer ook gezegd... moeten zeggen, joh, jij gaat deze band dragen. Deze band staat voor acceptatie en respect voor alles en iedereen. Ongeacht eh, huidskleur, eh, geloofsovertuiging... Eh, seksuele, eh, voorkeur. seksuele voorkeur. En, hij ziet daar een of ander complot. Hij ziet daar iets, iets anders Hij Of de heeft... druk van zijn achterban, natuurlijk. Of van zijn geloofsgenoten. Ja, maar, maar daarom, hij heeft ook een voorbeeldfunctie. Dus hij kan die voorbeeldfunctie. Hetzelfde geldt voor de jongen van Excelsior. Die, die, die loopt uh, twee jaar of drie jaar geleden loopt die rond in een, uh, uh, ding, in een regenboogshirt. een mm -hmm. Dat gaat echt over homoacceptatie. En nu kan hij deze band niet dragen. Ja, ik vind het echt van de gekke. En, en wat vind je van de houding van Feyenoord? Slot draagt het speltje. Nou, die hebben we ja, vaker meegemaakt. Ja, de ja, maar de, de, Feyenoord, de, kijk, dat die jongen, uh, uh, jongen dat voorlegt aan Feyenoord. En dat Feyenoord dan zegt van uh, oké, okay, dat willen we niet. Dan zetten we gewoon zoals vorige keer een andere aanvoerder ja. die hem wel draagt. Hè, dan uh, Kuxie speelt gewoon mee, maar is hij gewoon geen aanvoerder. Maar de, nee, nu kan dat ineens niet. Waarom kan dat nu? Ja, dan komen we met een eigen band. We, die precies hetzelfde voorstel, Wat het is dit voor idioterie? Doe, doe, doe gewoon hier aan mee. En uh, als, als hij daar problemen mee heeft, dan moet Feyenoord zeggen: nou, dan nemen wij een andere ja. aanvoerder. Ja. Want uiteindelijk ligt de beslissing bij Feyenoord, want Feyenoord beslist wie en hoe spelers het veld gaan. Wil je de wedstrijd nog een beetje uittekenen? Wat, uh, wat verwacht je ervan? En Ajax heeft natuurlijk ook een goede generale gehad bij Herenveen. Nou ja, Feyenoord ook een heerlijke ja. generale. Ja, ja ik, ik kijk er wel echt wel naar uit. Ik zou, ik zou niet precies weten wat ik moet verwachten... maar ik heb wel tegen Slot ook gezegd... ik weet die Feyenoord... of Ajax-Feyenoord van vorig jaar nog... dat was die wedstrijd met Anthony... dat hij helemaal uit zijn plaat ging in de slotfase. Mm -hmm. nou, toen stond Ajax echt zwaar op wankelen. Het was eigenlijk onbegrijpelijk... dat Feyenoord die wedstrijd nog uit handen gaf... Ja. En dat het gebeurde wel, maar ik zie dit Feyenoord zo'n wedstrijd niet meer uit handen geven. En dan vraag je aan hem: van, uh, wat is het verschil tussen dit Feyenoord en dat Feyenoord? Dan ga je individueel al die spelers na. En ik, ik vind dit Feyenoord niet veel slechter dan het vorige Hij Feyenoord. Hij heeft zich heel goed ontwikkeld. En ik vind het Ajax niet beter dan het vorige Ajax. Ja, ja, oké. Okay. Nee, ik snap het. Ja, snap je hem? Ja, nee, zeker, zeker. is minder geworden, nee, Fijn hetzelfde. Ik snap hem, dus, nee, snap het. Dus de, Feyenoord gaat niet verliezen. Ja. Nog heel veel snel PSV, die moeten namelijk nou tegen Vitesse. Luc de Jong die, uh, is uh, op de weg terug, hè, zei Ruud van Nistelrooy. Cocu, die liet zich natuurlijk een beetje gaan tegen Bukhari ja. uh, vorige wedstrijd. Ja, daar zou echt wel wat gebeurd zijn, want Filip Cocu die gaat normaal gesproken nooit uit zijn Die heb ik echt nog nooit nee. op die manier zien reageren. Zijde dus zei dus... je nou ook alweer? Je moet je bek houden of zoiets. Ja, ja en uh, bemoeien met je eigen ploeg ja. en zo. En uh, ja, zoiets van. Uh, ja, hou, je, hou je bek. Of, uh, het was een reactie die je niet verwacht van Koku. En ja, Koku moet natuurlijk uh, puntjes gaan pakken. Want die komen toch al lelijk in de buurt van de degradatie. En PSV is natuurlijk niet de, de ideale tegenstander om drie punten op te halen. Nee, die schijnen ook nog in Seruki interesse te hebben. Maar dat wordt allemaal wel vervolgd. Tot slot, toch nog even jouw grote vriend Infantino meenemen. Ja, nou ja, het zat er eigenlijk allemaal aan te komen. Hij, hij is herkozen. Die KFB, herkozen, hè? Die, KFB die, 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 die zijn nu gefrustreerd, of die zijn nu teleurgesteld dat hij bij acclamatie is herkozen voor weer vier jaar als fifa president Dus dat betekent gewoon alleen allemaal staan en klappen. Ja. We vullen geen briefjes in, we doen helemaal niets en zo. Maar dat weet je toch? Zo zijn verwacht. die potentaten. Ja. Zo, zo regeren ze. En dan, en dan denk jij, en dan heb je afspraken gemaakt. en we, we, we gaan er steviger in. Uh, hij gaat uh, samenwerken met de Europese bonden. Uh, mensenrechten komen hoger op de, op, uh, op de agenda te staan bij de FIFA. Gelul, allemaal. Het gaat maar om één ding, en dat is hij moeten voorzitter zijn en blijven en geld verdienen voor al die bonden die aangesloten zijn. En daarom staan al die mensen te klappen. En de KNVB die had gewoon een statement kunnen maken. He, die Duitsers die hebben vooraf ook laten weten dat zij niet voor hem zullen stemmen. Nou, dat had de KNVB ook ja. kunnen doen. En dan, dan sta je daar, en dan hoef je niet te klappen voor hem, maar dan geef je in ieder geval... He, uh, je mening weer, hoe je er nou werkelijk ja. over denkt. Maar Ook eet, naar die achterban. Dat eet je in Parijs met je spe, dat weten dat, dat we. Oh, alsjeblieft. <laughs> ja. Ik hoop dat ze goed gegeten hebben. En voor de rest hadden die dit natuurlijk nooit moeten doen. En wat gaat het worden zondag, voorspelling? 2-2. Uh, twee, twee. Oké, okay. Valentijn, dankjewel. Graag gedaan.